Leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe GTA video, jongens. We zijn er weer gezellig. En ik heb vanavond weer bij me Robby. Ja, hij is er weer. Robby is er weer, hè, jongens. Gezellig, hè. Lekker even GTA, hè. Mooi, ja. Heb jij weer gemist? Oh, staat de shake hier. Is niet goed. Dat is niet zo mooi, hè? Hier zit ze. YouTuber, echt. Jezus, zeg. Maar is YouTube aan het kloten, joh? Dat snap ik ook niet. YouTube zit echt te kloten van die Tokyo, jongens. Echt, ik zweer het je. Nou, nou doet hij het weer wel. Oh, dat klote zooi. Jeep, dat is echt. YouTube heeft een beetje problemen. Maar goed. YouTube, hè? Ja. Ja, daar kan ook wel een storing wezen, hè? Dat is niet niks. Ja, wel eens. Wel eens. Wel eens, ja, dat is niet ik sa. Hé, ik span net mijn vehicle hier en ineens is die weer weg. Oh. Hé, hoe kent dat dan? I don't know. Hé? Snap ik niet. Hij spant net, ik zeg oké. Okay. Ja, en nou is hij... Ja, hij is ineens vertrokken. Nou, dan ga ik maar opnieuw bellen. Even kijken, Mechanic. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Huppakee. En dan zeg ik de Oppresso in. Ja, 51 minuten... 50... Nee, 49 seconden wachten. Een rij, hoor. Hij spande hem en ineens zag ik dat knopje ineens weer weg was. Ja. Echt vreemd. Nou jongens, een beetje computerprobleem. Ik weet niet wat er is, maar... Eerst ging YouTube raar doen. Nou doet YouTube het en dan gaat ineens GTA gek lopen doen. Ja. Maar ik heb inmiddels al één auto weggebracht. Dus ik ben alweer een miljoentje omhoog gegaan. Of een miljoentje. Duizend omhoog gegaan. En ik had al drie auto's had ik vanmiddag geprepareerd. Die had ik alvast even opgehaald. Ik denk, ja, dan hoef ik geen auto's gelijk weer te gaan lopen jatten. Dan heb ik er alvast drie alvast op voorraad. Dus van die drie heb ik in ieder geval nu al één weggebracht. En ik sta nu dus op 123. 1 miljoen 23.000 en nog wat. Hoppakee. En dan gaan we eventjes VIP-work doen. Dat zou ik wel leuk vinden. VIP-work. Dat heb ik wel trouwens vanmiddag gedaan. Ik deed ook tussen de auto's ophalen door, deed ik gelijk ook even headhunteren. Om de schade dingen weg te werken. Ja. Als je dan weer schade krijgt in auto's, dan kan je dat met headhunteren weer terugverdienen. Dat geld. Ja, dus.
Kun je een tampon. Krijg een kop als een hete luchtballon. Epa. Wow. Ik wel, ik zeg alles. Ja, jij wel. Hè. Ik wel, hè. Ik wel, hè, Ria. Ja. Ik denk wel aan Ria, hè. Ja, en Ria. Waarom legt die ene nou helemaal daar zo? Leg helemaal uit de buurt, joh. Wat? Oh, ze leggen allemaal heel erg ver uit elkaar de buurt. De target. Oh, Maar als je die headhunter zeg maar opstart in het centrum, dan liggen ze veel dichter bij elkaar. Dus ik kan voortaan beter eerst naar het centrum rijden en dan pas headhunter starten. Dan liggen ze veel dichter bij elkaar. Nou moet je veel verder vliegen elke keer. Ja, dat klopt. Maar ja, we moeten toch. Nog wachten voordat ik weer de volgende auto. Voordat ik de volgende auto pas weer weg kan brengen. Plopsa. Plopsaland. Plopsaland. Trouwens, over Plopsaland gesproken. Ik zat vanmiddag nog even die oude beelden te kijken van vorig jaar van Plopsaland. Dat was echt wel leuk. Ja. Ik zat nog even die oude vlog te kijken van Plopsaland van vorig jaar. Dat was wel gezellig. Gezellig, hè? Ja, gezellig dat het was, joh. Ja, dat was wel leuk. Dat was wel leuk, hè. Dat is deze target. Mooi, hè? Eer dat die politie aangekomen is, ben ik al lang weer weg, al lang weer vertrokken. Vind ik altijd zo grappig, weet je wel. Hoe willen ze komen? Om me te arresteren omdat ik loop te schieten en herrie loop te trappen. Maar eer dat hun aankomen, ben ik alweer lang vertrokken. Dus ik al lang weer ergens anders. Oeh, ik ben bijna bij level 436 alweer. Ik ben het 161. Ja, ik ben bijna 4. Waar de klootzak. Waar ben je dan? Hier, paardenlul. BV. Paarden. Paardenlul BV. Oh nee, Ink, hè? Paardenlul Incorporated. Mooi, ja. Heb jij weer genist, hè? Ja. Oh, staat de shake hier? Ja, we zijn er nu wel onder. Nou. Sorry, Ramon.
Oh, Ramon, hè, Mr. Perfect. Ja, onze perfectionist, hè. Ja, 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 het legt altijd aan de ander, hè. Het legt nooit aan Ramon, hè. Nee. Het legt altijd aan Ramon, hè. Of het legt altijd aan de ander, hè. Nooit aan Ramon, hè. Nee. Ja, daar komt hij, hoor. De Heinem, hoor, de Heinem. Oh, dat was toevallig politie, sorry, dat was de verkeerde. Ik had die moet ik hebben. Die moet ik hebben. Die moet ik hebben. Laat kijken of je online is, want het zal toch wel niet. Ja hoor, tuurlijk. Ben ik weer door mijn wapens heen, hè? Hij is niet online. Nee, natuurlijk niet. Ja, dood. Let op. Ja. Nee, toch niet. Ik wou zeggen. En natuurlijk gelijk mijn dingen weer in beslag genomen, maar dat is niet zo. Oké. Welke begon ook net de hele tijd op het schieten? Rot dat toch eens op, man! Welke klote klant heb ik dit? Oh, jij loopt te schieten op mij, hè? Pardalo. Ik denk, loopt er altijd eentje in mijn nek te schieten, die idioot. Waar ben je nou, poefie? Waar ben jij? Waar ben je dan? Mooie flaprolletje, waar ben je dan? Oh, daar ben jij, mooie flaprol. Hier, oh. Nou ben ik er klaar mee. Nou ben ik er helemaal klaar mee, hè. Dat gezeik. Ja. Alle gezeik. Nee, niet naar de jacht. Naar de... Maar je gaat het zo naar toe? Nee, ik wil niet naar mijn jacht. Ik wil naar mijn office eventjes... Nou, ik ga niet wel eens dat geld er even op gooien. Even, Ja, dat is waar. Zo, $300 maar op... In mijn nachtclub. Nou, dat is de rotmoeite niet. $300. Nou, wacht maar eerst eens even tot dat wat meer geld in kas is. Voor die €300 ga ik, voor die $300 ga ik niet naar mijn nightclub. Mm-hmm. Ja, ja. Een beetje zonde van mijn geld. Zonde van mijn tijd bedoel ik. Ik zit lang in mijn nachtclub. In je nachtclub, in de nachtclub. Ja, ik ga weer een beetje mijn populariteit omhoog schroeven. Ja, dat moet ik eigenlijk ook nog een keer doen, ja. Moet ik eigenlijk ook weer eens even doen, hè? Dat is wel leuk, al dat geld even om me ophalen, maar... Ik moet ook weer een beetje aan mijn reputatie denken, hè? Aan mijn reputatie, hè? Ja, komen steeds meer... Ja, nou heb je minder mensen, je hebt niet die nachtclubje, hè? Ja. Dat wil jij ook niet, dat het stampoen zegt. Ja! 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 Ja, jongen! Ja, hè? Ja, ik ben een grote jongen, ja! Ja, je bent een grote jongen! Ja, joh. Ja, joh. Moet maar weer twee gasten halen, hè? Ga jij maar even twee gasten halen, jij. Ga jij maar even twee gasten halen. Promotiek de nightclub, hè? En promoten wat hij zijn nachtclub doet, jongen. Zit maar te promoten, die gozer. Jij? Ja. Hij zit maar te promoten, joh. En promoten wat hij doet. Ja, mooi toch. En promoten wat hij doet. Ja.
Dat dan weer wel. Zo, heb je er wel een zakken last van? Valt wel mee. Valt wel mee, ja, ik heb wel zaken meegemaakt, hè. Ja, vanaf van vandaag, hè. Oh, ik moet nog 2 minuten wachten, hè. Lukt je wel. Ja. 2 minuten. Dan heb ik alweer 2 van de 3 auto's weggebracht alweer. Het gaat hard. En weer 3. Oh, ze alle 3 schalen vrij. Je hebt toch weer 30.000 erbij. 300.000. Ja, ja, iets minder dan 3.000. Maar goed, ze hebben toch weer een aardig bedragje erbij. Ik heb er nog 5 in de garage staan. Toprentjes. Ja, ik heb er net eentje weggebracht ook. Lekker hoor. Ja, hè. Dat levert weer een beetje kus op, hè. Ja. Oh, heb Ramon nog gereageerd? Even kijken hoor wat hij gezegd heeft hoor. Oh, even wacht, ik heb even telefoon, hè. Jap. Nou, ik ga lekker door, hè. Moet ook allemaal gebeuren. Pa 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 la 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 la. Ja. Hallo. Zo, ik ben een beetje moe, mensjes. Hè? Maar ja, ik ga gewoon door. Ja, kijk wel wanneer ik ga stoppen met gamen. Nou, het zal wel een tijdje duren. Hoe? Dat was het motor. Een motor redert. Nou, en we afslag gemist. Oh, jemig. Stap maar in, mevrouw. Goed zo. Ja, daar ben ik weer. Ja, daar ben ik weer hoor. Ria. Daar ben ik weer hoor, Ria. Ja, is goed voor Ria. Is goed Ria. Je hebt altijd gelijk Ria. Oh nee, dat is iemand anders hè, die altijd gelijk hebt. Ja. Hey Ramon! Oh, ik zeg dat hardop. Hey Ramon, ja. Hè? Oh Ramon, hè? Bij mij is het geen. ik zei toch van. Ja, allemaal gelullen, hè? Leg nooit tegen mond, hè? Dan zeg geen mond. Dan zeg geen mond. Ja, bij mij is het inderdaad geen gelullen, hè? Nee, maar Ramon is Mr. Perfect, hè? Ja. Inderdaad. Ramon, hè? Van de Mr. Perfect Club, hè? Mooi, ja, heb jij weer gemist, ja. Hè?
Oh, staat een shake hier. Ja, dat zei... Dat zei je mama ook. Ik vind dat carbon vind ik echt niet mooi in GTA, jongen. Zo'n carbon motorkap. Oh, dat heb ik al een keer gezegd, hè, in de video. Ik vind dat zo lelijk, jongen. Hey. Ik vind het echt niet mooi in GTA. Die motorkappen van... ja, doe maar gewoon zo, joh. Oh, nee. Ik moet even de mirrors veranderen. Ik was nog niet klaar, hè. Ik drukte al bijna op... Op confirm drukte ik al bijna. Maar ik was nog niet klaar. Ik was halverwege. Ja, pia. Pia, ria. Ja, en dan moet ik hier nog rood hebben. Dat is ook goed. En dan, ja, goed zo. Nou kan hij weg. Nou gaat hij richting huis. Aha. Ja. Alright. Waarom heb ik nog geen geluid meer? Oh ja, die had ik even uitstaan, hè? Omdat ik de telefoon had. Ja, inderdaad, ja. Hey, Ramon! Ik krijg een kop als een hete luchtballon. Oh, nou. Dat is niet niks. Dat is niet dik, hè? Nee. Nou, 7. Nee, dat is niet dik, hè? Oh, Ramon is een vaste vriend, hè? Ja. Ramon is een vaste vriend, hè? Het zou lekker wezen dat ik hier ook nog eventjes en die andere auto ook, dan heb ik alweer 300.000 erbij. Het zou lekker wezen. Lekker man. Lekker man. Lekker man. Rekker man. Lekker nek, dat hij dat heeft, hè. Ja, ja, het gaat hoor. Hè. Ja, ik heb hem op krijgen, hè. Waarom krijg ik nou elke keer een andere? Ja, ik krijg een span van mijn nightclub. Even uitzetten dat ding. Dat vind ik zo irritant. Ik krijg twee lijntjes door elkaar heen. Een paarslijntje en een grillijntje. Dat vind ik echt irritant. Ja, dat vind ik irritant. Dan zet ik die paarslijn even uit. Ja, tuurlijk joh. Ga lekker. Ja joh, probeer maar aan de achterkant lekker te raken joh, lul. Nou, dan ga ik wel even over de stoep heen rijden. Als jullie toch geen rekening houden met andere bestuurders, dan ga ik wel even over de stoep heen. Dag. Zit je weer niet op te letten? Nee. Nooit. Dit liedje gaat over één dikke paszaak. Nee, baas. Oh, shit. Nou. Ja, zei dat nou hardop. Wat zeg je toen niet over, sorry. Bas? Oh, die arme jongen. Oh, die gulle uitdeler, hè? Nou. Geboren in Sparendam en opgegroeid in Harderwijk. Nee, geboren in Harderwijk en opgegroeid in Sparendam, hè? Jouwe Harderwijker, hè? Ja, Sparen doet hij wel, hoor. Ja, alleen uitgeven doet hij weer niet. Nee, dat dan weer niet, hè? Nee, maar vanmiddag zei ik tegen hem, weet je wel. Hey, ik zei tegen hem, Bas, wil je wat lekkers van me hebben? Hij zei, tegen ja. Ja, dan wel.
Maar als ik zeg van joh. Maar toen zei ik van. Dan kijk ik wel of het terug heb was. Ja. Toen zei hij niks. Ja, nee. Stel dat hij wat terug moet geven. Nee, hij zou niet zeggen. Hij zou niet zeggen van joh, ik trakteer eventjes op de McDonald's of zoiets. Dat zou hij niet doen hoor. Hij is dan dat hij nog geld uit moet geven aan de ander. Maar hij wil wel. Wat? Nee, dat kan niet, hè. Dat kan niet, hè. Maar ja, hij heeft nou genoeg geld uit kunnen geven, dus. Zo. Ja, dat was het randje. Ik had bijna weer schade. Ja, bijna. Ja, maar nog niet helemaal. Helemaal. Ja, is die online? Nee. Ik heb nog geen melding gehad. Ik krijg altijd de melding als die online komt. Ik krijg ook gezien als iemand online komt. Ja. Maar hij weet niet hoor. Ja, ik heb alleen de belangrijke heb ik zo ingesteld. Jij, Joost, Kevin, Ramon, weet je wel. Ja, maar ja, Joost en Kevin kan ik net goed uitschakelen, want die komen toch nooit meer. Nee. Die komen toch niet meer. Ze komen niet meer. Nee. En ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik ga daar zwemmen. Weet je wat voor meer? Ik kan niet meer. Ja, ik ook niet. Ik kan ook niet meer. Hoppakee. En weer 100.000 erbij. Lekker hoor. Lekker jongen. Ja. Zelf wel een melding, hè? Ja, joh. Oh. Het zal wel lekker laat worden, hè? Ja, nou. Als hij te laat komt, dan zijn we wel weg, dus. Ja. Die kant op. Ja! Hey! Hij moet eigenlijk zijn. Zijn naam op GTA moet hij eigenlijk veranderen. Mr. Perfect. This is huge. We got a sale. Great job out there. Zo, begin jij nou al? Deze is wel wat je doet, maar nu. Zo, ik voel me ineens licht in mijn hoofd. Ik weet niet wat er gebeurt, maar. Licht in je hoofd. Ja, ineens duizeling ineens. Tering. Even rustig aan doen. Even rustig aan, ja. Oké, ik ben nu een beetje in het centrumgebied. Dus dan kan ik eventjes VIP-work doen. Ja, want ik ben net klaar. Oh ja, dan moet ik nog even wachten. Ja, ik denk een paar seconden. Ja, eventjes een paar seconden duurt het tot even. Ja hoor, daar komt hij hoor, gij. En daar gaat hij. Daar gaat hij hoor, Ria. Daar gaat Ria hoor. Ja, Ria gaat hij even. Daar gaat Ria. Zo, hero.
kom dan, hè? Kom dan, hè? Kom dan. Ja, joh. Hiero. Hiero. Oh, ga je daar staan, jongen? Nou moet ik wegwezen. Want mijn... mijn balkje is helemaal rood. Dus dan moet ik heel even afstand nemen. Nou, wat? Zo. Godverdomme, man! Wat is dat voor kutding, man? Wat? Ja! Hij scheldt... Hij loopt scherp te stellen, weet je wel? Die, dat wapen. En dan schiet hij gewoon 3 keer schiet hij mis. Ja, dan word ik kapot geschoten. Jeetje. Ja. Stel dan scherp. Zo, hoe vaak moet ik schieten om hem dood te schieten? Jezus. Ik heb al 3 magazijnhazen heb ik al leeggeschoten. Jezus, zeg jij. Man. En godverdomme, 3 magazijnen nodig om te killen, die gozer. Al een verspilling aan kogels, toch niet? Ja. Nee, maar elke keer staat hij gewoon weer op, die zakkenwasser. Mm-hmm. Dat klopt ook niet. Elke keer weer opnieuw opstaan. opnieuw opstaan. Zeg, ik ga even kijken in de casino. Daar. Ja, hier weer, hè? Oh ja? Hij slikt het gewoon weer, hè? Oh nee, nou heb ik hem wel. Ik zal zeggen, ik dacht eerst dat hij het weer flikt, hè? Ook. Scherp stellen en dan weer missen. Ja. Terwijl die gewoon in mijn vizier zat. Nee, gelukkig niet. Nou, mooi, ja. Wat een sukkel, hè, gij. Echt, ik zweer het je, jongen. Auw. Auw. Daar legt mijn klauw op. Jezus, kom, zet je spinnen aan de schoen. Oké, kom maar. Eén hoesje daar. Eén hoesje daar. Ja. Wat ben je dan? Get me out of here! Nope. Nee. Ja, hij staat daar onder, maar dan kan ik niet schieten. Ja, weer en nog een keer. Ik heb hem al 3 keer door zijn kop heen geschoten. Hier, blijf leven, joh.
Oh shit, ik ben gebruikt. Ik denk het niet. Wat een shotgun. Oh, kut, val ik. Waar is die cirkel dan? Ja, dat kan ook. Godverdomme. Ja, dan heb ik wel, ja, ik heb nou wel een probleem. Ik moet nou lopend de benen nemen. Want mijn veerkool kan ik niet pakken, want die ligt er ergens bovenin. Die staat boven op mijn gebouw. Oh, en ik kan hier nergens opklimmen, hè? Nee. Jongen, jongen, echt. Weer een lekkere plek. Staat hij. Ja, maar hij staat bovenop, staat hij. Ja, hier zo waar ik naar bovenaan. Ja, daar staat hij. Ik moet eerst even lopen. Want je moet hem. Yeah, your personal vehicle's already next by. You fart too far from simple safe. Godverdomme, ik dacht dat ik was. Zit ik bij een trein gerust, zit ik bij een treincomplex. Waarom hebben ze daar van die teringgrote betonnen schuttingen gemaakt, man? Jezus. Ja. Jeetje, zeg hé. Man, man, man. Ga naar het zip. Hé, ik ben eindelijk ben ik er. Zo, nou, ga eens PlayStation aanzetten. Nou, wij zijn al 6 uur bezig. Oh, nee, nou, dat is wel erg weer even 6 uur. 20 uur. Ja, 3 uur, hè? Dat is makkelijker. Ja, joh. We zijn al 3 uur bezig. We zijn al 28 uur bezig. Nou, 48 dagen, hè? Ja, 48 jaar zijn we al bezig. Zo, dat is een half jaar. Als echt dat zo was, jongen, oh, dan zal ik lang een jaar thuis. Ja, joh, duw maar lekker opzij. Zo, nou ben ik een beetje. Ja. Nou, is het goed van het dak af. Ja, hij staat nou hier, vlakbij me. Oké. Nou, mooi, hè? Ik heb weer gemist. Ja, natuurlijk is die weer helemaal aan de andere kant van de stad, is die. Godverdomme. Ja, mijn target. Mijn laatste target die ik moet hebben, maar die zit weer helemaal aan de andere kant van de stad. Daar heb je hem, hoor. Daar heb je hem. Boom. Dat is 1 tik. Dat is 2 tikken. Dat is 3 tikken. Dat is 3. Hiero, dag. Nou heb ik hem. Hahaha. Hup en gas erop. 136 heb ik nou. 1.360.000 heb ik nou. Huppakee, ja tuurlijk joh. Je vindt zeker weer dat ik te veel geld verdien of zo.
Heb gelijk weer allemaal rekeningen. Dan sta ik alweer op 135. Al die kutrekeningen weer. Ja, joh, nog meer eraf, joh. Nog meer eraf. Kom op, nog meer eraf, joh. Hup, 900 eraf. Ja, joh, 1300 eraf. Tuurlijk. Nog meer, kom maar. Totaal ik gewoon weer op nul staat. Kijk, ik wil opnieuw beginnen. Homo. Hey! Nee, hij is online hoor, Ramonski, ja. Ramon is online, hè. Gods kan leren. 83 jaar verder. Hij is er hoor. Moet je dadelijk op. Oh ja, wacht. Ik ga dadelijk een grapje uithalen. Ja, moet je dadelijk opletten wat ik ga dadelijk gaan doen. Let op. Ik ga opletten, ja. Ja, jongens, bedankt al voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze livestream leuk? Vonden jullie deze video leuk, jongens? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En dan spreek ik jullie allemaal weer bij een nieuwe GTA video binnenkort op mijn kanaal. Ik ga ermee stoppen. Fijne avond verder. Oh, Ramon! Ja, het duurde zo lang. Ik denk nou, ik ga maar weer afsluiten. Want ja, we zijn al... Man, ik ben al 10 uur online, man. Dan moet het wel heel even dan. Zullen we zeggen, moet er heel even zijn. Dat is ook weer. Ja, ik wil de eeuwigheid op Jan te gaan wachten, hè? Ja, je hoort het, hè? Hoppakee, ik was de video aan het afsluiten. Ik denk, nou, hoppakee. Ja. Het is alweer. Zullen we dat doen? Nee, voor jou niet, nemen, voor ons wel. Afval mee, hoor. Houdt het niet makkelijk, hè? Ik moet 5 minuten wachten. Wacht even, ik ga eerst even naar mijn nachtclub. Ja, ik moet nog 5 minuten wachten voordat ik pas weer een autootje kan wegbrengen. Het is pas, ik denk als nou... Nou, ik had 3 auto's. Toen ik thuis kwam van mijn werk, toen heb ik 3 auto's gejat en in mijn vehicle warehouse gezet. Ik heb er al 2 weggebracht nou al. Nou, elke auto is 100.000, dus ik denk, ja, dat is makkelijk, weet je wel. Als je wat voorwerk doet, dan hoef ik eigenlijk niet gelijk weer al die auto's te jatten en zo. Dan kan ik alvast 3 auto's achter elkaar wegbrengen. Sorry, 300.000. Ja, dat is goed weer even. Ja, het is toch lekker. Het is toch lekker verdiend. Als je dat per keer 10 doet, dan heb je al een miljoen. Ja, daarom. Daarom. Het is toch lekker. We hebben toch alweer een miljoentje. En ik heb al een miljoen, dus heb ik 2 miljoen. Dat is het. Nou, daar val ik wel weer mee. Geweldig, hè? Ik ga even een stuk hier ook. Ja, mooie actie, jongen. Ramon, heb jij weer gemist, hè? Ramon, hè, van snel op de kast, hè? Ja, vervolg me niet hoor. Ga maar om, ja. Ramon, hè, van snel op de kast, hè? Nou, dat wordt wel heel moeilijk als ik op de kast ga. Nou, weet je wat? Klim even op de kast. Dan zeg ik van, joh, gewoon klim even hier elke keer op de kast, hè. Ja, je moet wel oppassen dat je niet door die kast heen valt. Dan straakt je kast kapot. Ja,
Ja, dan mag je weer niet gecontroleerd. Ja, daarom hè. Je moet wel voorzichtig doen hè. Niet dat je gelijk die kosten gelijk... We gaan monniken. Hoppakee. Oh. Hij zou het zeker alleen. Ja, dat zei je moeder ook. Dat zei je mama ook. Zei je mama ook, hè? Want eigenlijk is het zelfs nog onmogelijk dat deze tijd het laat is, dat ze me zo onmogelijk zijn. Eigenlijk is pas iets van pas laat, hè, daarvoor. Ik heb niet niks aan. Eens even kijken, zo goed. Hopsofotsofots. Ja, 10.000. Nou, dat is nou ook niet echt... Nou ja, ik ga het gewoon doen. Schijt aan, laten we het maar gewoon doen. Ook weer 10.000 erbij. Ja, maar zo... Ja, zo hè. Doe je zo hè. Oké, so we're selling some of the dumb 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 Nou. Niet gelijk zo agressief. Gelijk weer zo agressief, gelijk weer. Ja, Jezus, 13 kilometer en boefwacht hier reet aan. Jezus Christus, zeg hij. En GTA zegt. Jezus, wat een zware stoorde shit is dat zeg, hé. Ja, precies, dat zijn niet zo mooi, hè. Jezus, daar word je toch niet goed van, man. Nee, dat is... Je hebt allemaal van die kutboef achter me aan. Oh, rijk. Ik ga elke keer verkeerd. Kutboef, man. En was de politie voor mij? Nee, dat was niet bij mij. Dat was niet bij mij, was bij jou en boeven. Kaleren man! Fuck you! Tyfusleier! Grafhond! Ja, zo heel toevallig denk ik ook zo over het spelletje als je dan wil naar die hier! Verbrand mij in je hel! Voor mij heb ik een gang attack gelijk. Ja joh, tief erop man! 17 gasten achter me aan man! Voor zo'n klein kutbedragje! Pleut erop man! Wacht even, je zit in de stad hè? Ja joh, tieve zonde! Ik kom ook even naartoe. Anders rijk die vuile tering vrachtwagen, laat ik gewoon blaas ik gewoon op de TV-ding. Dat is sowieso niet niks. Man, voor $10.000, 12 kilometer, 13 kilometer rijden en 700 boeven achter je aan. Man, als ik headhunter doe, dan krijg ik 30.000 en dan heb ik veel minder gezeik. Dat is wel een fucking bullshit, jongen. Echt, ik zweer het je. Echt fucking bullshit. Ik moet nou nog 11 kilometer, bijna 12 kilometer rijden nou nog. Ik heb nog 6 minuten. Ja hoor, en weer boef achter mijn reet aan. Ja, wacht. Ja, ik ga nou gewoon door. De tief is voor de dag. Ja, daar heb je een mol. Oh nee, dat is hem niet. Ja, er zit er nog eentje achter me aan. Ah, nou niet meer. Dat
Jezus Christus, zeg jij. Ja. Dat doe ik echt niet meer hoor, hey, voor $10,000. Voor $10,000 ga ik echt geen. Dat doe ik voor het dan niet meer. Weet ik het gitje opnieuw starten, dat lijkt me zo. Volgende keer als ik weer 10.000 zie, dan dat doe ik het niet meer. Daar haal ik mijn neus voor op voor $10,000. Wil je prologen of wat dan ook? Wil je prologen? Ja, maar je moet even. Je moet even je GTA voor opstarten en dan niet gelijk online doen, maar gewoon story mode. Oh ja, dat is wel een. En dan van story mode naar GTA online gaan. Nee, oh ja, dat is wel. Dat heb je vorige keer ook al gelegd. Ah ja, dat zou je vorige keer moeten doen. Dat helpt ook meestal, dan kan je ook meestal de proloog mee cheaten. Nou ja, cheaten. GTA die. Dat je elke keer gewoon die proloog spelen, terwijl je die proloog al lang gehaald hebt. Echt belachelijk. Ja, ik heb dat toch niet. Nee, ik ook niet. En als ik het heb, dan doe ik het gewoon elke keer, doe ik het net zo lang doe ik erover, totdat ik die proloog niet gespeeld. Ik ga die proloog echt niet meer spelen. Oh, ik rijd te ver. Ja, dag! $100,000, nou hero. Hier, $100,000. Ik ga gewoon roekloos gaan rijden en tigers voor hem. En gelukkig mag ik ook blijven zeggen dat ik het toch niet zo vaak heb. En ik heb het wel wat te doen. Als ik hem gewoon even weg zit te geven, dan mag ik hem weer hebben. Ik heb het gevoel dat ik hem met hem ook goed neer heb. Jezus, ik moet nog 8 kilometer rijden, man. Voor een heel klein kutbedrag hier en ik heb nog maar 3,5 minuut heb ik nog maar, nou, dat ga ik echt niet meer redden. Ik denk niet meer dat ik dat ga redden. Ik heb nog maar 3 minuten, hé. Dat zul je dat ik zien, hè. Echt, let maar op dadelijk, jongen. Dan krijg ik die 10.000 krijg ik ook niet, omdat ik buiten de tijd val. Let maar op. Maar ik zou het nog niet eens erg vinden. Steek die 10.000 maar in je reet. Kut nachtclub. Heel goed, best. Checky. Ik moet nou nog 6 kilometer. Ik heb nog 3 minuten. Red je dat in. In 3 minuten, 6 minuten, 6 kilometer. Even checken voor de goede zaak. Anders moet het goed zijn. Oh, kut! Ja hoor, en weer, huppakee. En weer wat tijd verspild. Omdat er weer zo'n klojo tegen me aanrijdt. Echt jongen, wat een mogol zeg. Dat was even weer op de moeder. Nog 4 kilometer, ik heb nog ruim 2 minuten. Het zal erom spannen. Dat is niet. 3,52 nog. Even kijken, we zoeken op de. Wat zit wat ze zien? Een beetje ditjes en zakjes. Hij is binnen. Ja, joh. Ja, ga lekker nog even de tijd. Ga lekker lopen remmen voor mijn neus, dan duurt het nog langer voordat ik op de plek van bestemming ben. Nog 1 minuut heb ik nog. Ik moet nog 2 kilometer rijden. En toen was ik nu al eindelijk een keertje in de goede sessie, dat scheelt op dit. Ja, maar. Ja, maar.
Ja, maar... Nog 45 seconden. Nog 1 kilometer nog nu. Let op, hè. Nog een halve minuut. Let op. Ik ga het echt niet redden. Let op als ik het niet ga redden, jongen. Ik zweer het je. Wat? Het ding stopt. Ja, prachtig, hé! Hey. Prachtig, jongen! Ja, met de Efteling. Oh, what the fuck. Ik rijd verkeerd. Oh, ik ben er bijna. Oh, 5, 4, 3, 2. Zo, ik had er 2 seconden over. 2 seconden. Oh, netjes, man. Dat is niet iets. 2 seconden had ik over, hé. 2 seconden. Dat is sowieso veel dan al niet niks. Dat is toch dat kort, maar... Ja. En ik zou 10.000 krijgen en dan krijg ik 91.80. Hoe komt het dan dat ik dan geen 1.000 krijg dan? Dat is een goede vraag. Wat zei je? Ik krijg 81 zoveel krijg ik. Ik zou toch 10.000 krijgen? 10.000, maar je krijgt dus je krijgt 8.100 zeker? Ja, zoiets. Ja, ik denk toch te maken dat je wagen een beetje beschadigd is. Ja, nou ja. Omdat ze die kleuters niet achter me aan sturen. Poepstar. Ja, poepstar. Oké, wat de fuck zet die helikopter me naast een lantaarnpaal? Nee, apart. Ja, dat is heel apart. Dan mag ik weer even anders, hè? Ja, ik ga even wat leuks bestellen. Dat ik van de week had ik hem even gekocht. Ja, dat was zo. Poepstar! Schoon poepstar! Hij valt schatstar. De poepstar is het Zo, ik stoot overal mijn hoofd tegen en zo. Ik heb een boertje als ook eens. Een boertje. Hooguts. En dat heeft zo'n mooie neus. Hooguts, wat heeft zo'n mooie schoen. Het mag rijden, maar ook niet. Ja, wacht. Hij staat hem in mijn hangar natuurlijk. Oh. Hangar. Hop, zie je nog zo'n klasse. Als je een hangar hebt en je koopt vliegtuigen, dan worden ze daar waarschijnlijk ingezet. Ja, dat is ook niet verkeerd. Ook weer goed. Dan kun je maar iets wat je dan anders. Want ik heb dat ultralight vliegtuig hier heb ik. En die kost helemaal niet. Dan moet ik ergens voor de aan dan moet je. Wat is het dan alleen? Dat is zo'n hoek. Maar ik wil ze wel geven. En toch niet meer op. Ik heb het uitproberen, het is leuk. Oh ja. Ik kan man wel beter op de militaire baas kunnen hebben. Nee. Is hij niet gek? Is hij niet gek? Oh, daar staat hij. Yes. Maar de wilde is terug. En dan heeft ze gekregen. En ze vertrok op de platzenvast. Echt jongen,
kun je zien, hè, dat de Efteling gewoon, kun je gewoon zien, hè, dat de Efteling gewoon door hun eigen stomme regeltjes de eigen zo vreselijk in hun wingen snijden. Echt, het was gewoon belachelijk regel was het gewoon, dat je voor de avond Efteling weer apart moest halen en dat mensen, dus zeg maar mensen die in een hotel zaten of een huisje hadden op de Efteling, die mochten niet naar de zomeravondfeesten. En nou, en dan mag het niet en dan komt er bijna niemand en nou gaat de Efteling zeggen van ja we stoppen er maar mee, want het slaat niet aan. Nee Efteling, je moet niet van die domme regels maken. Het zijn hun eigen stomme regels. Ja, de Efteling was gewoon echt fout bezig. Ze snijden er eigen in de vingers. Met een domme regeltjes. Echt jongen, ik vind dat zo sukkelig. Ja, ze zouden gewoon niet zo pas moeten doen daarmee. Ja. Je weet dat, dat je als je mensen gaat uitsluiten, ja. Dat ze dan denken van ja, ik krijg de tering lekker. Fuck you, ik kom gewoon niet. Want als je die gasten, als je zomaar een vakantiehuisje had, hè, en je wou naar die avondfeest, dan kon dat wel. Ja, moest je €25 bijbetalen. Ja, gewoon misbruik maken van de coronaregels. Ja, dat was al sowieso een boel. Ja. Echt jongen, zo stom jongen, de Efteling. Echt zo'n... en nou komen ze erachter van ja, het heeft niet gewerkt. Nee, dat is gewoon een eigen domme fout. Echt jongen, wat stom jongen. Echt, wat een... Echt, als kuikens. Ja, ze hebben gewoon niet slim nagedacht. Nee, de echte als kuiken... Als kuiken regeltjes zijn het. Ja. Ja, met als gevolg dat er niemand kwam. Nee, want die avondfeesten, die avonden in de Efteling, er waren er maar een paar, hè, er kwam bijna niemand kwam bijna. In de avond was het echt dood en doodstil was het in de avonden. Ja, echt zo dom jongen. Echt zo stelletje klootzakken jongen, echt. Want volgens mij hebben hun verstand echt op... Ja, ja precies. Dingen organiseren kennen ze niet. En dan gaan ze het meest succesvolle gaan ze weghalen. Echt jongen, ben je dan dom? Ja, want het meest succesvolle, dat was Negenpleinenfestijn. Dat was echt succesvol. Nee, gaan ze dat stoppen? Dan ben je echt zo dom, hè? Ja, dat is gewoon goed van... Ik hoop dat ze het niet goed doen. Ja. Nee, dollar. Nee, dollar! Ik zeg dollar, zeg ik. Oh, die heb je niet gemaakt. Nee, yellow, ja. En dat is de derde auto. It's all or nothing on this one. The work wasn't cheap. Get the car to the buyer clean. This should be a payday, people. Ja, ik kom er zo wel, hoor. Ik ga zo die auto wegbrengen. Ik moet even mijn peukje even goed draaien, want hij pleut weer half uit elkaar. Dat is niet zo fijn. Dat is niet zo.
En dat doet er wat te doen. Dat doet er wat te doen, joh, die Ramon. Dat is al wat te doen, hè. Oh. Het kind staat helemaal te toeteren, hè. Ja. Toeteramon. Nee, toeteramon, hè. Ja. Hé, maar ik heb een nieuwe, hoe heet dat? Ik heb een nieuw naampje voor je op GTA. Ja, nou weet je, Ramon Voogd Hupplepup heet je nou, op GTA. Ik zou mijn naam veranderen als ik jou was in. Daar heb ik een hele goede naam voor je, Mr. Perfect. Dat vind ik nou een goede naam. Nee, dat vind ik een goede naam. Denk, dat is nou een goede naam voor Ramon in GTA, Mr. Perfect, hè? Mr. Perfect, hè? Hey, Ramon! Jawel, het past hartstikke goed. Ja, hoor! Mogol! Hier! Ja hoor, en daar heb ik weer schade. Dat is een mooie. Ie, vuile flik, hè? Hey, William, ga je al met dat? Hier, maar waar? Mijn spelletje even kunnen lopen. Zo jammer weer, Ramon. Ik had je weer hoger ingeschat, hè? Ja, die zegt dat ook altijd, hè? Hey Bas! Ja, Bas die zegt dat ook altijd. Kan je, wel jammer, Ramon, ik had je ook erin geschat, hè? Ja, toet er wat te doen, joh, die Ramon. Ja, oké. Mooi, ja, heb jij weer gemist, hè? Staat de shake hier. Zei je moeder ook? Zei je mama? Ja, zei Yvonne ook. Tegen Rob. Dat zei Yvonne ook tegen Rob, hè? Ik zat te shaken hier. Ja. Shake was steek. Ook alweer niet. Ik ben dan ook zo weer terug, dus moet ik even. Doe je maar in je eigen tijd. Je hebt wel je contract, hè? Je moet je eigen wel aan je contract houden, hè? Godverdorie, je gaat weer. Ja, joh, rij maar ondersteboven. De clown en mama loo. Pipo, de clown en mama. Nee. Jij krijgt geen lappen. Nee. En jij moet helemaal je mel houden. Koeien, kut. Nee. Varkenskop. Nee. Zak patat. Nee. 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 Jij krijgt geen lappen. Nee. Jij krijgt geen lappen. Okay. Ja, dat is niet niks, hè. Dat is niet niks, hè. Ik dacht dat dat is, hè.
Ik moet toch even die $500 even terug hebben. Dus ik ga wel even een winkel overvallen. Ik kan mij het verrotten. Oh, hier heb je een winkeltje. Joehoe. Hallo. Hi. Hey, Keno. Hallo, vrouw. Ja, er staan twee vrouwen hier. Hallo, vrouw. Oh nee, de andere is een man. Hallo, vrouw. Hier. Hallo, vrouw. Hallo, vrouw. Hallo, vrouw. En nou opschieten. En geld geven, want dan schiet je hele toko. Ik zie door je toko er gooit. Die klote toko. Ik zie door je klote toko er gooit, ja? Ja? Nou, hier, dan een kogel door je teringkop heen. Nou, niet zo agressief. Ja, hoor, komt de politie hoor. De hijzen hoor, de politie, de hijzen. Doei, sukkeltjes. Je bent net te laat. Ik ben lekker sneller. Ik ben lekker sneller. Rikketikketik. Wat voor mij zou dat je sneller was? Jij moet allemaal je mel houden. Koeienkut. Koeienkut. Varkenskop. Varkenskop. Zak patat. Zak patat. Wat? Zak patat. Ja, je kan drie keer zetten, dus we moeten frikandel. Drommels, drommels en nog eens drommels. Oh, het is altijd die kleine njokkenbaat. Ja. Ja, ik zat net, even die nog een interview te kijken met Paul van Workum, of Paul van Gorkum, die speelde altijd de bron. Die wordt gewoon s'nachts om 2-3 uur s'nachts opgebeld, hè. En dan wordt hij opgebeld en neemt hij de telefoon op en dan is er iemand van, joh, kan je het nog even één keer doen? Weet je wel, van trommels, trommels en nog eens trommels. Wordt hij gewoon midden in de nacht gebeld, hè? Met de vraag van, kun je nog één keer het even roepen? Hm. Prachtig. De bron, hè, van Bassie en Adriaan, hè? Bron van Nimwegen. Bron van Nimwegen. Met Baron van Nimwegen. Hier, hoppakee, ik heb gelijk die 500 die ik schade had, heb ik gelijk weer terugverdiend met extra geld erbij. Okay. Dus die €500 die $500 die ik kwijt geraakt ben, die heb ik ook weer terug. Hoppakee. Met Baron van Nimwegen. Nou moet ik wel weer auto's ophalen, want ik heb nou geen auto's meer. Ik heb ze alle drie weggebracht nou, die auto's. Oh mooi. Ah. Hoppakee. Trommels, trommels en nog eens trommels. Van Limbergen, is mooi, ja. Van Limbergen, of hoe je het ook wil noemen. Mooi, Ik begrijp er niet iets te doen. Want ik heb zo'n vriend van deze vrienden van anderen. Op zijn hart zit dat ze platsen. Een beetje hier, een beetje daar. Let me see what I can do. Those details through? Okay. So the car is on the move. You're going to have to take it en route and bring it into the warehouse. Ah, weer een achtervolging. Hè. Geweldig, jongen. Geweldige achtervolging. Ja, mooi, hè? Ja, heb jij weer gemist, hè? Ja, een superieur dat het is, joh. Met Baron van Nimwegen. Ik moet op hier. Waar de wil is het check. Hier check, daar check, overal check.
Ja joh, lekker een botsing. En de Ghost Hunter is dood daar. Oh, hij komt hierheen. Ah, daar heb je hem, die lullo. Daar heb je die zakkenwasser. Oh, daar rijdt hij. Ah. Ja. Ja joh, tuurlijk, rijdt verkeerd. Rijdt bijna, het viaduct af. Dus ik ben niet op te letten. Daar heb je hem mooi, de heine mooi. Zo mis. 700 keer misgeschoten. Ai. Ja joh, tuurlijk joh, lul. Kan niet rijden of zo. Ja joh, weer misgeschoten. Wat een mogol zeg. Hij loopt alleen maar schade te maken, die idioot. Hij loopt alleen maar schade te maken, die gek. Dat is wel zo. Wie doet dat dan? Ja, die gozer die ik achterna zit. Van wie ik die auto moet jatten. Ja joh. Zie je, dan wil ik gaan schieten. En dan gaat hij lopen slingeren. Elke keer als ik hem onder vizier heb, dan... nou niet meer, klootzak. Nou is die dood. Hij heeft een kogel door zijn kop gekregen. Nee. Nou ja. Zo, 5000 schade. Alleen omdat die bloede idioot niet kan rijden. Met zijn pindenhoofd. Ja. Oh kijk, daar heb ik Dirk op zijn motor. Wacht even hoor, die moet ik even opzoeken. Hier, Dirk, ga mee. Hé, we hebben weer Dirk, hè? Oh nee, toch niet. Nee, die zag geparkeerd. Ja, hey Dirk. Oh, die prutser, hè? Oh, die prutser. Ja, volgens Bas is de prutser. Ja, volgens Bas wel, hè? Oei, zo, dat scheelde niet veel. Bas was de grootste prutser. Zegt de ene prutser tegen de andere prutser. Ja, die prutser nee. Is de grootste. Zegt de ene prutser tegen... zegt de grootste prutser, hè. Bas is de grootste prutser, hè. Ja. Hey Dirk, ik heb Dirk weer, hè. Hier Dirk. Weer Dirk van zijn motor afgezoten. Hey, daar hebben we nog een keer Dirk, hè. Nee, het is Ramon is Mr. Perfect, hè. Want, het legt altijd aan iedereen, behalve aan Ramon, hè. Hey Ramon! Ik vind het helemaal niet lastig. Kijk, ik ben wel lastig. Ik niet. Ik vind het niet lastig, maar het is meer... Het is eigenlijk... Ja, maar ja, allemaal stap gelul. Nee, ik
is het gewoon dat het voor iedereen is gewoon dat het niemand perfect. Oeh, zo, bijna de wand. Bijna de wand eruit. Hier, Dirk. Ja, weer Dirk van zijn motor afgeschoten. Ik heb al drie keer Dirk van zijn motor afgereden. Afgeschoten. Dirk, hè. Permond! Heel veel slap getoeten, hè? Nee, is allemaal slap gelul, hè? Allemaal slap gelul, hè? Allemaal slap gelul, ik ken mensen die doen veel erg. Dat is ook niks, hè? Dat is niet niks, hè? Nou, kom op, Bobkat, Robkat. Ja, er stond op zijn auto, stond Bobkat. Moet je uit die B weghalen, moet je eigenlijk een R van maken, hè? Zat er Rob Kat. En een kat dat die heb. Nou, bijna 5000 schade. Gezellig hoor. Ja. Maar ja, hij is weer ingeleverd. Ik wil naar huis. Ik ben thuis. Oh ja, ik ben al thuis. Niet helemaal goed, hè? Super deluxe, hè? Nee, die wil ik niet. Ja, dan kan ik. Nou, laat me zitten. Nou, weet je wat ik ga zeggen? De groeten. Ja, de groeten, inderdaad. Doei, nee, punt. Ik ga stoppen. Ik ga stoppen. Hij gaat robben. Nou, hij gaat robben. Wat zeg je nou? Ik ga wat? Je gaat robben. Robben gaat stoppen. Robben gaat stoppen. Ja, ik ga stoppen, hè. Ja, kan roepen, hè. En Cargo dat hij erop hebt, jongen. Ja, mooi actie. Hele Cargo erop, hè. Voor de verandering. Mooi is mooi, hè. Nou, ik heb gelukkig moeten worden. Ja. Voor mezelf van nu. Eén. Ik moet even dat ik bij mezelf op dit moment zelf even een beetje mee van kon. Ja, joh. Ik ga er van tussen. Nou, doei punt. Doei punt. Nou, are you hands perfect? Hey, Ramon! Dat klopt niet, die is niet hierbij. Ramon, hè, van de Mr. Perfect, hè. Nee, dat klopt niet. Hey, Ramon. Daar is niet zomaar, zullen we zeggen. Voor alle kijkers dadelijk. Aju, ik ben er vandoor. Ja, veel plezier, zullen we zeggen. Ja, hij heeft weer niks opgenomen, Rob. Oh, weer niet. Nou ja, weer niks opgenomen. Wat lullig. We hebben alles, zoals we niet zijn van de Python. Ja, deze video die zegt naar de klote. Even kijken wat hij doet. Maar volgens mij heeft hij, ja, voor mij heeft hij weer. Oké. Nee, volgens mij niet. Dat het minder mooi is of zo. Dat kan, hè? Dat klopt. Ja, de hele avond al. Ja, de hele avond al kut is het. Dat is dat is weer van wat minder mooi dan. Ja, oh nee, nou wel. Nou ja, echt raar. Hé, hoe kunnen we dat dan? Even kijken, wat staat er? Ja, wel, heb wel opgenomen. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar er is echt iets fout. Er is echt iets fout met YouTube is een beetje aan het haperen en stotteren vandaag. Ja, maar dat kan wel wat Maar ik zou zeggen, Tabé. Ja. René. Ja, René, hè. Ja, oké. Okay. Dag René. Ja, doei. Dag René, doei. Ja, hij is al weg, René, ja.
Ja, mooi. Taubé met René, hè? Ja, Taubé, ja. René. Of wat, Taubé? Ja, Taubé, ja, Taubé, hè? Dag Taubé! Ja, Taubé, hè? Dag Taubé! Allemaal van de tegen zitten, hè? Mooi actie, hè? Het kan maar mooi wezen voor de vrouwen. Ja, dat dan weer wel. Dat is niet niks. Dat is niet nik, hè. Even kijken hoor. Hoppakee. En dan private prevention. Ja, private prevention. Ja, defensive jacht voor attackers. Mooi. Mooi. Even lekker rust in de tent. Even lekker in de bubbelbad zo. Lekker recht in mijn bubbelbadje hoor, lekker man. Dat adje is een bubbelbadje. Mooi actie. Super actie. Het is die lijpe shit. Haal ze vlot, zo trots. Oh, gurits. Oh. Zo, ik had er net ook dat ik ineens draaierig was, jongen. Bij mijn kop draaierig. Dat was niet het beste, dat was verschrikkelijk. Zo. Wat moet ik dan doen? En toen ging het daarna wel weer een beetje zo zitten. Ja, zo. Ja, dan ben ik natuurlijk maar even hoe de ding mislukt. Ja, ik ben ook een beetje moe geweest. Ik had het niet te laat, hè. Gaan we op tijd even pitten dadelijk. Ja, dan doen we maar weer een beetje kijken wat we gaan zeggen. Mag ik even anders zeggen? 8,5 minuut nog. Ja, dat kan weer even. Even checken voor de vloer. Lekker zien. Ja, piepen jongen. Ja, we gaan hier. Dat is even checken, zo gepiept. Weet je wat ik even ga doen? Ik ga dus even. Er stond nog een end rijden. Ik ga even naar waar staat die? Ah, hier, arcade. Ik ga even naar mijn arcade. Er stond nog een end rijden. Ik moet toch 7 minuten nog wachten, dus. Ja, checken jongen. Oh. Dribbel, hè. Ja.
Drippie, ja, hè. Oh, Drippie Kroela. Drippie de poes. Ja, Drippie de poes, hij is niet voor de poes. Drippie de poes, hij is niet voor de poes, Drippie de poes. Ja, Drippie, hè. Van papa, hè. En papa, hè. Van Drippie. Ja, lekker Drippie. Lekker even kroelen. Gaat die bokken. Gaat die bokken, die oude bok. Hé, hey, oude bok. Oh, ik sta voor de deur. Ik moet alleen nog 4 minuten wachten. Oh. Ja, dit ding kan ik ja hoor, ik heb weer politie achter me aan. Kijk, daar komt de politie en dan zeg ik, dag politie, doei. Gaan we lekker buiten spelen. Ja, tuurlijk joh, plut dat ding eraf. Dat zal sowieso niet niks zijn. Tot zover. Zakken. Heb jij ook zo van die zakken? Ja, sowieso van die zakken met zo'n broek met al die zakken aan de zijkant. Ja, met die zakken aan de zijkant. Ja, heb ik een broek met al die zakken aan de zijkant. Heb je ook wel van die zakken. Ik ben niet gek met dat super de super. Wat goed is, is niet slecht. Maar is eerste weg. Toppie en joh. Even checken, zo gepiepen. Een beetje dit en zo zo. Laat me naar binnen, Voor de goede vrienden. Oh, deze, die kan ik ook. Even kijken. Of, dit is ook leuk trouwens, moet letten, hè. La 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 la, hallo. Hiero. Hier. Zo, hoppakee. Zo, ik ben met een bel. Nou sta ik een vrouw de S's in met een bel. Oh ja, wat een mooie actie. Mooie actie, hè.
Rotse. Even checken, zo grappig. Een beetje geel in de hand doen. Let me see. Een beetje. Zo, hoppakee, die is dood. Die is kapot. Die is kapot. En kapot dat die is. Ook vooral als je heel veel rondes hard gered hebt, dan ben je helemaal kapot. Dat vind ik het niet. Hoppakee, en weer geld erbij. Nou, laat me naar binnen. Kom op, naar binnen. Hallo, ga naar binnen. Ik wil naar binnen. Nog niet. Nou, kijk dan. Ik wil naar binnen. Dan gaat hij wel naar binnen. Hè. Zit die partij moeilijk te doen? Ik heb geen idee waardoor het zo komt, maar. Ik vind het ook iets leuker, mensen. Wacht even, doe het even anders. Hoppakee. Hup. Hier naar binnen. Office manager, office. En dan gaan we even binnen kijken. En dan gaan we eerst even de kast even kijken. Zal wel niet veel in zitten, denk ik. Valt TV tegen, denk ik. Nou, het valt inderdaad tegen. 72,60. Nou, dat was nog niet echt de moeite, maar goed. Hoppakee, dit geldt er weer in. En dan 37.000 er weer bij. Dus staat op 147 sta ik nou. Oh ja. Zo, gaan we even lekker een potje darten. En dan kijken wie het mag winnen. Ja, ik ga even een potje darten nog even. Dat vind ik wel even leuk altijd. Even, als ik het dan toch ben, vind ik altijd wel even leuk om eventjes een paar pijltjes te gooien. Okay. En dan krijg ik weer een paar pakjes, een paar slopjes check krijg ik dan. Hè. Check, dubbel check. Ja, precies, heb ik zo veel dat het een beetje te doen is. Ook ben je niet niks. Hoppakee, 5 potjes, vind ik wel leuk hè. Beetje darten. Even hop, daar gaat hij weer hoor. 1, 2, 3. Hartgevuld hier. Hero 20. Hero 80. En 140 gegooid. Mooi zo. Hier, 57. 104 over. En 84 over. Hero en 24 over. Dubbel 12. Ja hoor, en die is mis. Oké, check. Dat lukt er al, die dubbelcheck. Ja, weer een twee sloffen check erbij, hè, jongens. Zo, hoppakee, dat gaat lekker, jongen. Weer twee sloffen check erbij verdiend. Ja, gooi 65, joh, tuurlijk, joh. Hier, dan 125 gegooid. 176 over. Hier, 116 over. En pak 96 over. Mooi. 76 over. Hero. En check. En het is wel dubbel check. Weer twee sloppen check erbij. Ja, mooi actie. Hier. 60. Op z'n hart of los. Even checken, zo weer pieten. En 120. Dat is niet gek, wel goed. En 140 gegooid.
161 over. Mooi hoor. Hier 142. En 122. En 62 over. En dit keer geen check. Nee, bijna weer haal ik. Huppakee, 22 gegooid. Dubbel 20. Nee. En door. Ah nee, door. Hij moet super haal. En gooi ik hem eronder. Dubbel 10. Godverdorie. Dubbel 10. En dubbel 5 over. Even. En check. Dubbel check. Een mooie dubbel check actie. En dubbel check. Dat is super. Eens niet. Hier. En 140 gegooid. Circuit. En check. En triple 17. Ja! Bullseye! Dat is ook. Ah! Jammer. En check. Ik wil doen check even. Ja, weer twee sloffen check erbij. Ja, dat is mooi. Ik ben niet wel goed. Hero. Even kijken. Hero. Even koekoe. En dat is een hele slechte gooi. 60 punten wat? Maar. Hopsa. Ding. Nou, dan gaan we. Nog even proberen. Nee, nou ga ik hem niet. De politie, ja, die werd een beetje niks. Een beetje minder moe. Een beetje hopeloos. Ja, check. Check. Game! Shot! En de match! It's Ultrax! Hoppakee, en uitgegooid. Object completed. Play a game of darts. Mooi ja. Super. Top in je opgeleid. Ik ga het. Ja. Ik heb nog een autootje staan, dus ik ga even die auto even wegbrengen. Dan ga ik eerst even naar mijn vehicle garage. Dan ga ik even een autootje wegbrengen. Dus ook weer 10.000. Of 100.000. Ja, dat is toch weer 100.000 piek. $100.000, hè. Dat is maar nooit, maar zo zeggen. Je kan maar geen genoeg. Je kan maar geld tekort hebben, hè. Zoveel mogelijk geld hebben in GTA. Ja, oh, ik moet nog aan het rad trouwens. Ik ga eerst even aan het rad, dat moet ik ook nog doen, dat heb ik nog niet gedaan. Ja. Ik heb nog niet aan het rad gedraaid. Ik zou het ook doen, dus ik heb nog gedaan. Ja, ik ook. Ik heb het ook nog niet gedaan. Nee. Hey Bas, je begint wel een beetje Bas te lijken. Nou, dat is wel gelukkig. Je lijkt nou wel een beetje Bas. Ja, op zich kan het nog een beetje mee doen. Dan is dat nog wel erg. Nee, dat is niet niks, hè. Oh, heb je lullenverdeur? Nou, dat is niet best, hoor, als je lullenverdeur hebt. Nee, die is nog niet het beste. Heb je lullenverdeur?
Ramon en Blulle verdeur. Ramon en Blulle verdeur. Nou, dan moet je de beste. Zorg je minder mee bezig. Eigenlijk kan het alleen maar bij dat je dan even van als ze iets te doen hebben meer, ja, dan is het niet even wat lullen verdeur. Ja, dan heb je een lullen verdeur, joh, dat je hebt. Ja, dat is het beste, zo zou ik zeggen. Je moet dat maar goed hebben, want is het zo goed te zeggen. De casino heeft nog nodig gedaan, dat is het even een pak wat er nodig heeft. Miauw. Zo, die LGT, daar word je ook helemaal gek van, hè? Elke keer die kut LGT. Daar word je gek van. Oh man, elke keer. Om de havenklap belt, joh, die LGT, daar word je gek van. Zo, ik ga even naar de casino, hè? Hey! Er zitten weer twee van die gasten in. Kut, wacht even, ik ga er eerst even eentje kicken. Je moet even die hoogste kicken, 92, die moet je even kicken. Even kijken hoor, want doet hij dat nou niet? Die Wilson moet je even kicken. Wacht even, hij is in de buurt, wacht even. Hij is in de buurt, die klojo's. Ik heb een kick. Even opletten, want... Hoppa, die heb ik dood. En check een check. En toen was het dus al. Ik heb er wel eentje voor je kop geschoten. Zo, die roos die ik door je kop heen schoot, die heb gelijk de benen genomen. Mooi zo, opgetiefd. Optief, weg, hou. Die andere die pest ik dadelijk ook wel weg. Die andere ga ik dan ook even wegpesten. Optieve. Uit onze sessie. Oh, er zijn er alweer twee bijgekomen. En zo Lucio. Hij kent ze niet. Ja, die kan je beter even een kick geven, ja. Als het dan lukt, moet ik het kick. Ja, 20.000 dan fysies erbij. Lekker. Hoppakee. En
Check. Dubbel check. Ja, weer dubbel pakketje. Weer een dubbele slotcheck, hè. Noem maar voor die Ramon, jongen. Ik heb ook weer een slotcheck van Ramon, hè. Ja, maar ik vind dat een super actie. En toen was ik ook ondertussen bij de cafetje en heb ik een beetje geluk ondertussen. Ja. Ze hebben binnenkort vroeger. Nu al die klootzakken nou allemaal hier, joh. Dat is een goeie. Staat hier ook bij een of andere klote auto van iemand? Hier. Optieven met die auto. En hier staat ook weer een zwarte auto van iemand? Optieven. Een fiets. Oh, die Combat King is nou weer eruit gepleurd. Alleen die El Enzo Lucial, die moet eruit getiefd worden. Die ken ik niet. Ja, weet ik. Dietje, hè, we zijn nou Dietje en Daartje en ook Ringmaartje. Dietje, Daartje. Ik geef een trek aan je ringbaartje. Ik trek er van je ringbaartje. En aan de ringbaartje trekken. Soms mensen die beginnen dat mooi zijn, als ze ringbaartje hebben. Oh, zo praat het kutje. Ja, sommige mensen die vinden dat mooi zijn als ze dat. Praat van de kut, hè? Ja, dat is ook mooi. En een paddenkutje wat ze dan hebben. Ja. Even kijken hoe dat nou kan dat ik niet. Oele, staat er ook nog een tijd voor of zo? Dat je. Wacht even, hoor. Wat denk ik? Hoe laat het je van nu? Oh, een paar minuten duurt het. Few minutes staat erop. Dus. Ik ga eens even kijken. Even kijken hoor. Ria, kijk hoor. Nee, zie je, het is geen vriend van mij dus. Het is geen vriend van mij. Die Enzo Lucio is geen vriend van mij dus. Oké, ja, dat is He is no friend of mine. He is no friend of mine. Hatje en datje en lekker patatje. Nee, ja, dat is ook wel niet gek zomaar zeggen. Ja. Nou, moet even een paar minuutjes wachten. Een paar minuutjes, ja. Een paar minuutjes moet je wachten. Nog niet. You can only kick a player once every few minutes. Once every few minutes. Dus het duurt een paar minuutjes voordat je dat weer kan, dat je weer kan kicken. Ja. Maar als ze de kans krijgen om te kicken, dan pleuren we hem eruit. Dan schoppen we hem gewoon uit het spel. Ja, er zitten er nou weer twee in, dus. Oké. Waar zit die andere sukkel dan? Nou, kijk hoor, eentje zit daar. Eentje zit in zijn huis. En de ander zit ook in zijn huis.
Ze zitten allebei in hun huis zitten ze. Ja, maar ik ga het niet proberen. Ik ga het niet proberen. Ze doen niks, ze zitten in hun huis zitten ze. Maar ik ga niet proberen om hun uit de weg te brengen. Nou, dat ga ik nou niet doen. Ik ben verstandig, dat doe ik lekker niet. En net precies, grakken zitten al wel. Even kijken, zo, zo. Nou, er zijn toch nou al een heleboel minuten voorbij, maar ik ga wel even VIP-power doen, even. Ik ga wel even VIP-power, dat kan ik wel even doen. Headhunter even. Dat kan ik wel even doen. Ik leef ook weer geld op. Hoppakee, ja. Gaan we even headhunteren. Ik nou niet. De machine. Hier, oh, motherfucker. Waar ben je nou? Waar de teringboef? Oh, boven is die. Voor de volgende. Ja, tuurlijk niet. Hier, oh, nou wel, klootzak. Ik kan wel zeggen. Kijk of ik alvast kan kieken. Is dan zijn we weer met z'n tweeën, ze zijn allebei alweer weggegaan. We zijn nou weer met z'n tweeën. Hier, nog één target te gaan. Nog één target te gaan. Daar zitten ze allemaal, die klootzakken. Toch of niet? Hé, waar zitten die lulles? Waar zitten die lulles nou dan? Waar zitten die lulles dan?
Nee, dat is de politie. Ja, die moet ik niet hebben. Oh, daar is die. Hier, huppakee, en dat geld heb ik ook weer in mijn picket. Huppakee, mensbank, mainmenu, deposit. En de 21.500 is binnen. 151 sta ik nou. Mooi, ik ben alweer boven een miljoen. Of wel boven een half miljoen alweer. Ik heb alweer 1,5 miljoen. Heb ik alweer. 1,5 miljoen heb ik alweer, jongens, op de bank. Lekker hoor. Oh ja, ja, dat moet je vooral doen, Marco. Dat is leuk, hè. Inventory. Ik ga nog even lekker even knallen. Ik heb zo zin om nog even lekker te schieten. Ik wil nog even lekker schieten. Een half uurtje, drie kwartier. Ja, hallo. Kijk eens eventjes lekker met mijn mooie tankje. Oh, kijk eens een mooie gele auto. Staat hier een autootje in de brand? Dat is
Zo, hiero, hiero. En weer een helikopter weer uit de lucht. Ik probeer met de staart te schieten, maar het lukt me niet. Nou, kom op. Ik doe je staart aan het kiezen. Goed. Ja, ik heb nog 7 keer in je staart uitgeschoten. Hiero. Wij zitten in die auto, nou top, ja, top dan maar uit hier. Oh, mooi ja. Zo. Gaan we daar ook. Hier ook. Dan schiet je wel helemaal de touwtypes. Hier ook. Gaan we lekker... neervallen. Gaan we lekker neer. Gaan we lekker neer.
Hoppakee. Zo. Wat een zootje, joh. Wow, wat een zootje. Wat een zootje. Hier, nou. Zo, hier. Huppakee. Hoppa! Mooi hè? Even kijken, doen we eerst eventjes zo, doen we eventjes zo. En dan doen we eventjes, even kijken. Ja. Nou, kom op nou, secure surf uit. Juist, en dan doen we motorclub aan. Een beetje hier. Motorclub aan. Juist. En dan doen we... Oh, kut. Dan moet ik eerst helemaal naar dat ding toe lopen. Oh, mijn god. Nou, kom op. Lopen. Dan moet ik eerst weer dichtbij gaan staan. Ah, we zijn er met z'n tweeën. Ze zijn niet meer teruggekomen. En dan doen we zo, motorclub en dan return vehicle to storage. En dan kan ik de mechanic even bellen en dan kan ik een ander autootje nemen. You need something, huh? When you ride? Let me know. De Gamiali wil ik even hebben, de Gamiali. Ja, we zijn oude Gamlegani. Ik ga niet. Met Maxje. Moet je vragen. Ja, hallo vrouw. Moet je vragen. Hallo vrouw. En dan nog wat het is. Moet je vragen. 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 En topje op je. Topje. Zo, hier ook. Een ravage op de snelweg. Ja, ook nog als je dat. Thank you.
Ja. Ja, die vrouw die hier, die hier zo, die van de politie van Los Santos. Dat is een echte droeftoeters dat. Hier, kijk nou, gaat hij me proberen weg te douwen. Hier, oh. Nou, proberen weg te douwen en dan schiet ik je omver. Dat was een helikopter. En dat was ook een helikopter. Mooi, hè? Kijk, dit is een helikopter. En dit was een helikopter. Zo, hier, kut politie. Hier, zo, ik schiet de hele politie al gehoord. Mooie droeftoeters. Oh yeah.
Zo, de politie helemaal de tering geschoten. Ach ja, toch. Ja, ik ga hem ook zo neerleggen. Ik heb het ook wel weer gehaald voor vandaag, hè. Hey. Hey. Iro. Je auto op een invalide parkeerplaats zetten, dat mag niet. Ja, ik zit vast. Godverdomme, ik kan niet meer los. Kom maar hier, ouwe. Waar blijf je dan? Meneer de politieagent, waar blijf je nou? Oh, er komt er eentje. Hier. Hier, oh. Ja. Ja, was ik weer vast. Nee, ik moet die kant op. Waarom gaat die stuurt hij nou niet? Waarom zit dat klote ding nou niet? Ja, ga alleen maar rechtdoor, rijdt hij. Hij moet de hoek om. Ga naar de hoek om. Moeilijk hè, rijden. God, zo te... Tering rijden. Juist hè, ik ben eruit. Ja, toen zat hij vast hè. Zo. Wat een kutmogolding. Ja, stop dan in, mogol. Godverdomme, waarom mogol in, man? Ja, ik ben bijna dood. Maar ik wil niet meer instappen, dus. Ik heb hem. Jeetje, ik ben eindelijk vrij. Ja joh, schiet je eigen ver. Lul hè, schiet die eigen bijna omver.
Oh, daar zijn jullie hier, oh. Waar sta je dan? Nou, weet je wat ik doe? Ik vind dit niet leuk meer. Ik doe gewoon lekker zo. Boink. Boink. Zo, dan ben ik tenminste weer lekker in de vrije buitenlucht. De vehicle. In de topwiel. Waar ben jij nou? Joehoe, oh daar ben jij. Gouden benen nemen, hè. Hier, oh. Gouden benen nemen, hè. Hier, oh. Slowdown. Hier, niks slowdown. Oh, hoppakee. Zo, die is ook weg. En dan hier nog een mooi helikoptertje. En hier nog een heel mooi helikoptertje. Let me see, I'll open the mirror.
Zo, hero. Hero. Hier rood, daar rood over. Rood. Mooi man. Ja, dankjewel. Later. Yo, jij ook. Later. Oei. Zo jongens, en dit was weer de video voor vandaag. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. En ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje de lucht in als je nog niet geabonneerd bent. Abonneer even op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie ook vertrouwen. Als eerste, als er weer een nieuwe video online te missen. En dan kan ik alleen maar zeggen, groetjes van deze kant. En tot de volgende video maar weer. Hier op mijn kanaal. Jongens, bye bye. Hoi.